Normaal gesproken kan ik geen kijkje in de toekomst nemen. Maar wel als het gaat om wat er in 2019 wordt toegevoegd aan het assortiment van Remus Car. En ik dacht, ik neem je in deze video even mee. In de mode zijn ze eigenlijk ook alweer 2 jaar verder. En dat wat je nu op de markt ziet is voor de haute couture, zoals dat heet, alweer passé. Maar dat is eigenlijk ook op het gebied van skincare zo. We zijn al bezig met wat er in de zomer is. En dat is ook met Remus Car zo. Het assortiment is al heel uitgebreid. Een van mijn favorieten is de wallen en donkere kringen. En wat leuk is, en ik denk dat dat echt een soort hype gaat worden in Nederland, is dat je in het assortiment nu ook de hangende oogleden vindt. Dus dat je eigenlijk binnen 3 minuten van je hangende oogleden verlost bent. En dat zonder operatie of plexer of ingewikkelde toestanden. Het is dus niet zo dat het merk belooft, zeg maar, dat je voortaan rimpelvrij door het leven gaat of dat je nooit meer wallen zult hebben. Wat Remus Car eigenlijk wil doen is de komende 8 uur, misschien 10 uur een beetje geluk, je leven iets leuker maken. En aan het assortiment wordt nu de Instant Wrinkle Corrector toegevoegd. En het leuke van dit product is dat je het eigenlijk op elke rimpel zo'n beetje smokkelen, kunt smeren. Je kunt bijvoorbeeld je fronsrimpel gebruiken, wegsmeren met de Instant Wrinkle Corrector, je neuslippenplooi. Niet altijd. Het is eigenlijk gewoon geschikt voor een aantal zones in je gezicht. En bij de ene werkt het net iets beter dan bij de ander. En ik weet, het werkt verslavend. Dus het is niet helemaal de bedoeling dat je je hele gezicht ermee insmeert. Maar je kunt wel, zeg maar, de rimpel waar je je het meest aan stoort, kun je wegsmeren. Dus stel nou dat je denkt van, ik wil gewoon eens even weten hoe het is om zonder fronsrimpel door het leven te gaan. Smeer hem erop en de komende 8 uur heb je geen fronsrimpel meer. En dat geldt hetzelfde voor de neus, lippen, lijntjes of smeer ze ermee weg. Het enige nadeel is dat je dus nog even moet wachten voordat hij op de markt is. Stel nou dat je in Spanje naar Spanje gaat, daar is die volgens mij al wel verkrijgbaar. En in België ligt die ook bijna in de schappen. Maar in Nederland moeten we dus nog even wachten. Maar in de zomer, beloof ik je, kun je hem kopen. En dan ben jij waarschijnlijk al toe aan de straight jeans en de pofmouwen. En tot zover houdt mijn voorspellende gave op.